De dijk heeft in principe twee functies. Het heeft een zeekerende functie, die loopt vanaf Mooie tot en met Burnside over een afstand van 14,4 kilometer. En het heeft een functie dat het hele binnengebied, dus het gebied binnen Mooie en Burnside, in principe nu op een, laten we zeggen, perfecte manier ontwaterd kan worden als dat zo geregeld wordt. En de nieuwe generatie vergeet dat, maar die zagen iedere springvloed met angst en beven tegemoet. Grote delen van Coroni raakten onder water met zeewater. Dat betekent dat alle landbouwactiviteiten die in dit noordelijk gedeelte eruit waren, niet meer mogelijk waren. Waar u nu staat, werd een reis gepland om aan te geven wat de zee met ons heeft gedaan. Als klein jongen wist ik dat er nog 8 blokken waren. We zitten nu op 2,5 blok, 3 blokken. Reken maar even uit wat de zee met ons heeft gedaan. Zeker 2,5 kilometer. Als kind weet ik nog dat als we met de kleuterschool naar het strand gingen, want toen hadden we wel een strand met schelpen. En dan praat ik over 48 jaar geleden. Dan was het kilometers lopen om het strand te bereiken. En dan had je ook zeeschildpadden. Heb ik ook nog hier kunnen oprapen. Kleine zeeschildpadden. Maar ja. Maar platter, dat zet ik maar. 100. 60 liter. Alles voor 20 even. Wat betreft die dijk, mensen, het gaat niet zo staan. Toen het de aanbouw was, moesten een heleboel mensen van buiten Coroni, die kwamen kijken, er afgehaald worden. Zoveel aantrekkingskracht had het. En nu, mensen, toerisme. Er is geld te verdienen. Ja? We hebben een hele geweldige aanplant aan mangroven. Met heel veel vogels. Maak er gebruik van. Ga in toerisme. Ik begrijp dat in de jaren 40 er een enorme productie op allerlei niveaus plaatsvond. Ik begrijp ook dat met deze dam in feite toch wel een aantal hectares vrijkomen voor agrarische en misschien ook industriële productie. We hebben iets neergezet waarop we heel trots mogen zijn. Maar dat is fase 1. We hebben besloten als regering om te kijken hoe we met de mensen die het werk zo goed hebben opgeleverd, met hetzelfde team van ministers die hard hebben gewerkt om dit af te ronden, om te gaan in een fase 2. Waar we zeggen we gaan het zoetwater laten stromen. En we gaan het ook laten afvloeien, want het is nodig voor die Coroniaan. Maar het is ook nodig voor het milieu. We gaan nog opleveren in de toekomst, zodat het zoetwater kan stromen, die productie gefaciliteerd kan worden, die zelfwerkzaamheid van de mensen kan beginnen. Want u weet, de president maakt zich heel sterk voor die productie. Dam. Hoe berit dit ook regeren? Ja, solusi afisi no denafasi ook tu ma, ya. Ya, hosol, nga de maaf jaf koroni. Mina foto mang, maar ik kwam gewoon even met de sport mee doen met de jongens. Ja, tot leuk ons wel. En ja. Esa, we ontijan. Kasi wakai mang de, nawe.
Maar hier zetten jullie meestal netten uit? Nee, niet hier alleen. Een heleboel plaatsen, maar we kijken naar de waterstand ook toch. Waar de waterstanden zijn, als het genoeg water is om waar je genoeg kan vissen. Hier is wel een beetje diep. Als je een sap swing, no go. Geef ik als waarschuwing naar de coroniaan toe. Als het groen groeit, is het niet voor uw koeien en schapen. Want u zult die dijk vernietigen. U moet het koesteren. Als u het niet koestert, zult u het merken. Uw kind en kindskinderen zullen daar in zee belanden. Nogmaals doe ik een beroep op de coronianen en ook de toekomstige bezoekers om samen op een verantwoorde en juiste manier om te gaan met deze kostbare dijk. En ik ga helemaal blij zijn DC als ik over 10 jaar naar hier kom en zie dat de dijk en alles eromheen heel goed onderhouden is. Want het is één om het voor zoveel geld te bouwen, maar het is een tweede om het goed te onderhouden. Het is er, mensen koesteren het. Onderhoud het, waardeer het.